Op vlak van klassieke innovatie zie ik drie valkuilen. Ten eerste, klassieke innovatie focust nogal heel vaak op de technologie, de onderliggende technologie. Terwijl succesvolle innovatie er ook in slaagt om de link te maken met het commerciële. En de vraag die we ons dus meer moeten stellen is, is hier een klant die hier zit op te wachten? En vooral ook, is die klant bereid om hiervoor te betalen, zodanig dat we in staat zijn om hier een sustainable business model op te bouwen? Tweede valkuil die ik zie is meer in de sfeer van de soft skills, het culturele, het change management stuk, waar inderdaad heel vaak een klassieke innovatie te veel in isolatie gebeurt, terwijl connectie met de business van in het prille begin heel belangrijk is. En last but not least, het not invented here syndroom, waar er nog heel vaak zelf gebouwd wordt aan oplossingen, terwijl in deze tijden van heel veel nieuwe technologieën en ook de snelheid waarmee ze op ons afkomen, dit allicht geen houdbare situatie is. We komen vanuit een periode, 20, 30 jaar geleden, waarbij innovatie veel meer als intern in een bedrijf opgezet werd. En met een sterk research team, wat vooral intern sterk IP geprotecteerd. En dus vanuit die cultuur is in de meer klassieke bedrijfsvoering, wordt het vaak gezien als van ja, ons intern R&D-groep weet het beter. En als je dan in een open innovatiemodel wil gaan werken, dan ervaar je soms wat weerstand. Maar we zijn ervan overtuigd dat om echt door te breken, om echt vooruit te gaan in die complexe materie, een netwerk aanpak enorm belangrijk is. IMEC is een van de belangrijkste onderzoeksinstituten van het land. Het werd opgericht in 1984 en telt vandaag 3500 medewerkers. IMEC heeft een internationale reputatie verworven op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Succesvolle innovatie is vaak het resultaat van co-creatie met partners in open innovatienetwerken. Ik denk dat het enorm belangrijk is om die vertrouwensrelaties op te bouwen, om te zorgen dat zo'n netwerk opgebouwd wordt volgens de value chain, de waardeketen, van de suppliers tot de eindgebruikers, dat je dus eigenlijk een win-win creëert met al die partners. Maar het is zelfs mogelijk om concurrenten met elkaar te laten samenwerken, omdat de kost van vele R&D-uitdagingen zo groot worden dat zeker in de pre-competitieve fase het vaak heel aantrekkelijk is, zelfs voor competitieve bedrijven, om te gaan samenwerken. Bedrijven kiezen meestal voor praktijkgerichte innovatie, omdat ze snel bruikbare resultaten oplevert. Maar om op lange termijn te kunnen blijven innoveren, is ook fundamenteel onderzoek vereist. En je moet die goede balans vinden tussen die extremen. Wil je echt op lange termijn disruptieve innovatie brengen in de bedrijven, dan moet je vertrekken vanuit het fundamentele onderzoek. En dus is zo'n ecosysteem waarin zowel de academische wereld, onderzoeksinstellingen en eindgebruikers, die heel mooi de waardeketen vertegenwoordigen, we moeten dat hele ecosysteem bij elkaar brengen. En dat is wat IMEC inderdaad probeert te doen in ons domein. Als we investeren in ecosystemen en open innovatie, kan België op heel wat vlakken tot de wereldtop behoren, vindt Van den Hoven. Maar dan moeten nog meer KMO's durven internationaal te gaan. Ik denk dat de uitdaging is inderdaad de industrie meetrekken en ook zorgen dat we voldoende ambitieus zijn. Als je kijkt naar Silicon Valley, daar zegt men vaak van we need to change the world with our technology. Wel, dat is ook het niveau van ambitie wat we moeten hebben. En vaak in Vlaanderen, in België, zijn we toch nog wel redelijk bescheiden. We mikken eerder naar korte termijn doelstellingen en dergelijke, maar het is enorm belangrijk dat we echt moonshot projects proberen te doen, dat we echt een heel hoog niveau van ambitie hebben. Dat is de enige manier waarop onze technologie de wereld kan veroveren.